mentale knobbel. Dus. Oh, het is oké. We zijn aan het opstarten om te gaan naar België. Ja, we gaan hem eruit rijden. Goedemorgen, ik moet die kant op toch? Ja, ja. Dus we gaan de weg zo volgen. Ja? En dan komt u op een gegeven moment zo'n schuine kant. Dan kunt u zo de hal inrijden. We zijn hier dus in Lommel bij de geocaching evenement. We staan een beetje midden in het midden in de ruimte. Een hele grote ruimte hier. En ja, de bedoeling is dan dat de mensen straks hier in de rij gaan staan en dan op de foto gaan. Liefst met een helm, maar ik begrijp dat er 1500 mensen of zo komen, dus dat wordt denk ik een beetje druk. Om iedereen met een helm op achter het stuur te laten gaan. Verderop hebben we nog een springkussen met brandweer, ook leuk. We hebben ook het vlammendoek, dus dit apparaat. Een aanzet, dus het vlam-effect. Hoppakee. We hebben ook nog een knetterkast. Zo. En die dingen maken dan ook geluid. Dat is voor mensen die in de wachtrij staan. Dat is volgens mij wel leuk zo. Allemaal mensen die mij gaan filmen en video's maken. We even elkaar filmen. Tot nu loopt iedereen door. Er zijn nog veel meer. 7-7. Net echt. Ja, ja. Maar ik heb een aansteker. Wacht achter. Wat vind je dan? Ja, ik sta helemaal geen Frans, dus dat wordt een beetje lastig voor mij vandaag. Ja, ik heb absoluut geen talenknobbel, dus. Cheese! Yes! Ah, code woord, denk ik. Klopt dat? Ik heb het net gezegd. Ik zeg het telkens als de foto gemaakt wordt. Cheese. Nee, cheese is foto. Nou, wel een kleine letter als gewoon cheese. Ja, dat heb ik ook. Ja, dat is een S. Dat is een S. Cheese! Cheese! Ik knip het alweer een knipkaart af. Hoppakee. Dan maak ik een parapata. Stuur maar over, hè? Maar ja, ik kan wel even zien wat ik nou. Het is oké. Cheese! Daar gaat ie! Goede rit dan, Stijn! Oh, heel mooi! Deze die wil even een jas aan. Cheese! Ja, ja.
Het is 6:10 en ik sta hier boven op het dak van de brandweerauto. We zijn een beetje aan het afsluiten, de geocaching. Ik ben ook een beetje aan het afsluiten, ik heb alles een beetje opgeruimd al. Zo. Maar we moeten in ieder geval nog tot een uur of 6:30 wachten tot we eruit kunnen. We zijn weer terug in Heerewaarden waar we vertrokken zijn vanmorgen om 6:10. Het is inmiddels 7:30 s'avonds. En de pijp is leeg. En ik heb nog een presentje gekregen, tenminste. Dat heb ik zelf maar gekocht, dus we gaan even kijken wat hierin zit. Kijk, het zijn lekkere biertjes. Loemelaar. Maar goed, het was leuk om een keer te doen. Wil je ook nog zo'n soort evenement, dat ik op een evenement kom te staan om foto's te maken of leuke dingen te doen? Dan kun je me uiteraard boeken. Klik dan even op de link onderaan deze video voor meer informatie. En dan hoop ik je graag te zien en te spreken.